Hey, het is zaterdag 4 september en ik open een nieuwe weekvlog. Net als vorige keer, de laatste weekvlog waar ik hem afsloot, zitten we nog steeds op de camping. Gideon, Indy en Jess zijn lekker even naar Duitsland, even shoppen en zo. En ik zit hier gewoon in de zon, want de zon schijnt hier af en toe nog een beetje. Dus ik laat even... Ik zit hier lekker met blote benen. Ik heb mijn kistje met al mijn nagellakjes bij me. Ik heb al mijn zonnebrand van Australian Gold bij me. Dus ik hoop een klein beetje bruiner de benen te krijgen dan dit. Ik kwam alleen net wel achter dat ik hier een hele rare blauwe plek heb. Maar goed. Ja, zo is mijn middag. Kijk, de zon begint weer te schijnen. Dus ik ga lekker zonnebaden. En ik weet nog niet wat ik allemaal laat zien. Want het is mijn familie en die wil ik wel graag privé houden. Dus ik heb ook helemaal geen make-up op. Dus. En mijn nieuwe nagels komen ook zo. Dus. En ik heb nou heel vaak dus gezegd. Dus. Ciao. Nou, veel plezier jongens. Ja. Alle gear bij je. We komen terug even een schat hebben. Ja, dat is goed. Dus ja. Dat duurt nog heel lang, denk ik. Ja. Alles bij je, Jess? Ja. Capuchon bij je? Ja. Goed. Nou, veel plezier. Dankjewel. Doei! We zitten gezellig in de voortent. Straks gaan we allemaal buiten zitten nog bij het vuur. Iedereen heeft instrumenten bij zich. Overal zie je ook lampjes bij alle tenten. Als ook. En hier wordt al wat muziek gespeeld. Hallo. Is het leuk? Ja. Maar straks gaan we buiten het vuur daar zitten. Volgens mij heeft een van de ooms een heel drumstel meegenomen. Dus ik weet niet of de buren daar blij mee zijn. Maar we gaan het vanzelf meemaken. Doei doei. Waar is de afsluiting? De ka. En we hebben ook marshmallows op het vuur. Mega marshmallows. Gezelligheid. Het hele familie. Het is 5:12. Ik ga zo naar bed. Jess is net naar bed gegaan. Ik heb eerst even alle rottige muggen voor hem doodgeslagen. Gideon komt ook net binnen met de basgitaar en Indy met de ukulele. De rest van de familie is daar nog allemaal aan het spelen in het kampvuur. Ik moet wel zeggen dat de drumstel wel erg hard is. Leuk voor de buren op de rest van de camping, maar goed. Ik ga zo lekker slapen en dan morgen alles weer inpakken en dan gaan we naar huis. Dus vonden jullie het gezellig jongens vanavond? Ja. Ja? Ja. Beetje muziek geleerd, Indy? Wat? Beetje meer geleerd voor de muziek? Ik wel. Oké. Nou, ik ga zo slapen. Ik zeg wel trusten. Goedemorgen, het is de laatste ochtend en we hebben visite van Phantom in onze voortent. Hallo knapperd, ben je braaf? Oh. En hij is weer terug. Ondertussen zijn we aan het opruimen en papi is ook aangekomen, want we gaan de voortent opruimen. Iedereen is aan het afbreken, dus we gaan zo naar huis. Good morning, wat hebben we te eten jongens? Alles is al bijna opgeruimd. Bij mij is alles al weg. Heb jij het al op? Yep. Wat heb jij voor taart dan, Indy? Aardbei. Aardbei. Nou, we zijn bijna klaar met opruimen, dus we gaan zo naar huizen. Ja. Zo, Phantom komt ook even afscheid nemen. Oh, Phantom. Phantom. Kom eens. Je knappertje. Oh. Kom dan, Phantom. Goed zo. Braaf, hè. Nou, jongens, de voortent is al weg. Het enige was net gillen van Jess met een dikke spin. Weet je, zo'n hele dikke zwarte huisspin die over zijn been heen liep. Dus daar staat mijn tafeltje nog. Dan gaan ze weg. Papa is ook meegekomen om te helpen. Onze auto zit al vol. We hebben dit keer kistjes gekocht. Zodat je onze kleding daar zo in hebt. En de caravan komt zo achter papa's auto, dus... We zijn bijna ready.
Zo jongens, we zijn zo klaar om weg te gaan. Ik ben ook echt wel moe. En schijnbaar hou ik sinds vanochtend vocht vast. Iemand die dat nog nooit mee heeft meegemaakt, weet niet hoe dat is en hoe dat voelt. Maar het doet echt heel erg pijn. Ik kan bijna mijn schoenen niet dicht krijgen op dit moment. En ik kan ook echt niet met mijn vingers op mijn benen drukken. En dat doet gewoon echt heel erg pijn. Dus ik hoop dat dat straks wel weggaat. Voor de rest heb ik het heel fijn gehad. Ben ik blij dat ik toch naar de camping ben gegaan na de paniekaanval van vrijdagavond. En nou, we hebben de caravan er bijna aan. Kijk, daar staat mijn vader. Gideon staat daar ergens achter. Er staat ook een elektrische fiets van mij achterop. Die hebben we het hele weekend niet gebruikt. Maar goed, hier staat nog een tafel. Die moet er nog bij in. De muggenmepper en zo. Onze auto zit vol, maar het is wel makkelijk met die kist om er een keer in te pakken. Dus nou, daar staan nog meer caravans al klaar. Dus we gaan zo weg. Het was leuk. Ik hoop dat we dit snel weer doen. Want ik heb veel beter geslapen doordat we steeds buiten waren. Alleen er zit hier ontzettend veel van die shit wespen. Dus ik ga zo naar huis. En ik heb het hele weekend geen make-up op gehad. Heerlijk. Wel nagels gelakt. Ook heerlijk, want dat is gewoon mijn relax momentje. Ik heb ook met de kindjes nageltjes gelakt. Ik zou met ze gaan knutselen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik was te moe gisteren. Maar dat gaan we volgende week doen op Jesse verjaardag. Want dan komen er ook weer kindjes. Dus dat wordt wel leuk. En verder zie ik jullie straks alweer als we onderweg zijn. En we zijn op weg naar huis. Woehoe. Hele auto ligt helemaal vol daarachterin. En rijdt vader met Jess. En ik ben niet meer zo'n fan van caravan rijden, want ho. Dat komt omdat wij ooit een keer een ongeluk hebben gehad met de caravan. Best wel zwaar heftig ongeluk. En sindsdien hou ik er niet zo van als er zo'n zwaar ding achter ons rijdt. Dus houden we ermee op. Dus nou. We gaan naar huis. Er zitten voor ons een stel jongens die naar ons zwaaien. Ik heb geen idee wie het zijn. Ik zwaai gewoon terug. Tot later als we thuis zijn. Of morgen omdat ik moe ben. Joejoe. Dat was je klikje weer. Ja. Wat zeg je dan? Doei. Het is dinsdagavond en ik wil naar bed. En er zit een huge modder. Je weet wel. Het is echt heel groot. Kerm Gideon. Oh, wat freak zeg. Het is het grootste glas wat we hebben van de IKEA. Ja. Oh, heb je hem? Ja. Oh my god, het is echt heel, heel groot. Jezus. Is dat 5 centimeter doorsneden, zo was die? Oh, oh my god, eeuw. Maar bij 1 is er nog altijd 2, hè? Dus de derde afgelopen. Oh, hou op zeg. Nou, wel rust, spin. Het is woensdagavond 8 september en we zijn al mooi bezig met versieren. Want er wordt morgen iemand 13. En zoals elk jaar houdt Minnie Mouse de ballonnen weer vast met helium. En we hebben ook even een tafelkleedje over de tafel gegooid. In mijn mooie vaas zitten nu hele mooie bloemen. En alle cadeautjes staan al klaar. Oh, het kaartje is hier afgevallen. Nee, dit is een Most Cutest pakketje. En de rest van de cadeaus voor Jess. Hier liggen de cadeautjes die hij van Indy krijgt. Hier liggen de cadeautjes die Indy krijgt. Altijd. En Gideon is nog eentje aan het inpakken. En voor de rest is het wachten op morgen. Dus, en Freddy heeft er ook zin in. Hé Freddy? Zeg maar dag. Ja. Goed zo. Ruby ook. Nou, morgen gaan we kijken. Jess wil niet meer echt in beeld. Sst. Jess wil niet meer echt in beeld. Dus ik laat morgen gewoon een cadeautje zien die hij heeft gekregen. Wel trusten. Goedemorgen, het is 9 september en Jess is jarig. Yay. En we gaan nu cadeautjes uitpakken. Woe. En hier zijn dan je cadeautjes. Wat heb je allemaal gekregen, Jess? We beginnen aan deze kant. Er achteraan staat een... box met Pokémon eten. Een Pikachu snackbox van Most Cutest. Ja. Zelf gekocht, jongens. En
En zaterdag gaan we naar Moskou, dus dan ga jij zelf zo'n... Katknuffel halen. Katknuffel halen. Wat is dit? Dit is Surfetched van Pokémon. Oké, Pokémon figuur. En wie is dit? Dat is Fumi... Oké, weet je, ik vind wel gewoon zijn achternaam uit. Tokoyami. Maar dit is een poppetje die jij in Indie heel goed kent. Die heb je, deze heb je ook van Indie gekregen. Ja. En je kreeg van Indie er een Looney Tunes minifiguur van Lego bij. Ja. En van ons ook. En van ons kreeg je de lang gezochte Brickheads. Van Ninjago. Yay! Ja. Dit was echt een goede verrassing. Ja. En dan heb je achter ook nog een Mindset. Mindset. Minecraft. Minecraft set. Lego met lama's. En er ligt een hele schattige. Dit ook. Dankjewel. Julia Boti. Nou, ben je er blij mee? Ja. Top. Nou, even zwaaien. Doei! En terwijl iedereen naar school is, terwijl Jess natuurlijk jarig is, want alles hangt er nog aan versiersel, de drie alleen even niet. Ik had net een PR-event van Kruidvat's nieuw make-up en er was iets misgegaan met het pakket. Die kwam te laat, dus ik heb nu pas de spulletjes, dus ik ga ze hier live met jullie openmaken. Ik zal sowieso eerst even dit papier eraf halen, want er staat mijn adres op. Maar ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om het even mee te bekijken. Gelijk het adres eraf halen. Even kijken hoe het in beeld staat. Even blijven zien. Oeh, het zijn ook die hele mooie dozen vind ik elke keer. Nu is het papier even weg. Nou, nu is de doos. Hier zit een plakbandje, dus die gaan we even voorzichtig. Zien jullie dat nog? Ja, dat zien jullie nog. En hier... Ik hoop niet dat ik in beeld ben, want ik ben nog steeds in mijn pyjama. Jee. Kijk hoor, die op die open gaat. Hij is echt huge, jongens. Kijk dan mijn hand hier zo. Nou, dan gaat hij open. En dan gaan we kijken. En hij gaat niet open, want er zit nog een plakbandje. Zit goed dicht dit keer. Zal niet voor niks zijn. Hij is heel zwaar. Kijken. Voorzichtig. Ik vind die doos altijd zo mooi. Ideale opbergdoos en ook dus. Nou, kijken jullie mee? Even kijken of we de camera een beetje bij kunnen draaien. Zo. 1, 2, 3. Oh my god. Hi beauty, superleuk dat we je aanstaande donderdag 9 september om 9:30. En daar was ik bij. Mogen verwelkomen bij de online perslancering van Kruidvat's nieuwste innovaties rondom Kruidvat make-up. Hierbij ontvang je een selectie uit de nieuwste collectie Make-up Organizer. Yes! Om jouw make-up, Kruidvat make-up in op te bergen. En een ringlight. Oh my god, ook nog een ringlight. Om jouw Kruidvat make-up perfect aan te brengen. We wensen je veel kijk en testplezier tot donderdag. Nou, ik was er dus bij. Alleen ik had de producten er niet bij. Dus ik ga het heel voorzichtig uit. Oh my god, kijk nou. Hoe groot is zo'n make-up organizer? Oh, en onderin ligt dus zo'n ringlight. Oh. Want daar hadden we er nog niet 10 van of zo. Maar elke ringlight is hier heel erg welkom. Kijken of ik niks vergeet. Ik denk het niet. Zit in ieder geval super goed ingepakt. Dat kunnen we wel stellen. Nou, dan hebben we hier alles. Ik denk dat ik de camera even bij moet draaien of zo. Wacht, ik zet het even op de doos. Kun je het beter zien. 1, 2... Oké. Zo, kunnen we het nog zien? Want ik kijk een beetje moeilijk mee met de camera, maar... Oh my god, oh my god. Open, knippen, open. Ga maar open. Oh, hier ben ik zo blij mee. En wat een leuk, leuk perspakket. Ik vind het altijd zo leuk als er extra dingen bij perspakketten zitten. En dat is dit echt... Want ik heb echt make-up organizers erbij. Oh my god, kijk nou. Yay. Super. Met 2 blenders erbij. Oeh, stevige blenders ook. Deze vind ik heel mooi. En nog één. En I love it met laadjes. Laadjes kun je alle kanten op. Kijk nou. En dan ook nog met van die kleine laadjes. En het zit helemaal gevuld. Hier zitten in de Oil Blend Primer,
Prime and Mix Dry Oil Serum. De Prime and Mix Dry Oil Serum. Oeh, nagellak. Een hele mooie donkergroene. Kijk apart. Een highlighter. En wat is dat? Zonder haar. Een gel cream blush highlighter. Zet hem even neer. Het wordt te zwaar. Oh my god, een hele lavel. Kijk nou. Kijk hoor. Cheer and Cheek Balm. Mighty Lashes Defined Volume Mascara. Oeh, is dit een blauw potlood? Een glossy eyeliner pen in blauw. Hier heb ik nog Illuminating Soaping Cream. Love that. Dit is een Velvet Matte Lip Pencil. Deze had ik gezien, want het maakte ze die vrouw mee op. Echt super mooi. Een eye crayon waterproof. En dit is een Shape Up Brow Lamination. Dus daar kun je je wenkbrauwen mee vastzetten. Dat is nog een laag. Oh my god, oh my god, oh my god. En nog twee mooie kwasten. En de kwasten van Kruidvat gebruik ik al jaren. Ik denk als je aan het begin van onze video's kijkt, dan zie je dat ik altijd de kwasten van, ja, van Kruidvat gebruik. Die zijn gewoon altijd al goed geweest. Dit is ook een hele mooie, een korte eyeshadow kwast. En dit is een blush, denk ik. Ja, blush kwast, schuin. Echt super te gek. En dan kan deze daar zo. Oh, die past er ook echt in. Maar jongens, dit is toch perfect. Dit is echt perfect. En dan heb ik ook nog een ringlight gekregen. Die ga ik later wel uitpakken. Maar ik neem aan dat jullie weten hoe het eruit ziet. Echt, echt super blij mee. Dank jullie wel, Kruidvat. Mwah. En we zijn bij opa en oma. En Jess heeft een kaart gekregen met geen geld erin. Hoe, Jess? Hoe kan dat nou? Omdat mijn rekening staat. Dat staat op je rekening. Maar je hebt wel lekkere Fanta. Ja. Een kaart. En we hebben taart voor opa en oma. Jam. En ze lopen ook met een pasbloemen. En die is voor de moeder. Oh, de moeder. Dat ik de mama ben van de jarige. Dank jullie wel. Graag gedaan. Nou, en nu gaan we lekker eten. Hallo allemaal. Het is zaterdag. Hallo. En wij gaan naar Bolsward. Het is een uur en een kwartier rijden. Ja. Want daar zit Moscudist. En daar zit dus echt het bedrijf van Mayet. Waar ze alle pakketjes inpakken en ook naar ons toesturen. En aangezien de Tina-dag volgende week niet doorgaat, gaat ze haar eigen mini-market houden. En wij gaan gewoon heen. We mogen zelfs op rondleiding in het magazijn. Maar daarvoor moest je je wel opgeven. En dat hebben we gedaan. Dus we moeten wel, niet haast maken, maar we moeten wel op tijd zijn. Dus, how are you looking today, honey? Purple. Purple. With a dark lipstick. Ja. Nice. Nou, voor de rest, oh ja, ik heb een nieuwe strik in bij Primark. Ik wou nog een hele shoplog maken, maar hey, weer niet gedaan. Sorry. We gaan op dit moment alleen maar nog dingen doen waar we echt zin aan hebben. Want anders dan wordt het gewoon te druk. En er komt ook te veel druk op mij. En daar, ja, daar hou ik gewoon niet van. Zij is nog steeds aan het bumperkleven. We hebben bumperklevers voor ons dus. Nou, we gaan op weg naar Moscudist. En we laten jullie daar zien hoe het is. Joehoe! We zijn er. De vlaggen hangen uit. We hebben geen idee waar we moeten zijn, maar we zagen mensen daar lopen. Dus we gaan daar. Oeh, kijk, daar staat het al. Most cutest shop tent. Are you ready, guys? Yes. Oké. Okay. We zijn er. Dit is de shop tent. En we krijgen straks nog een rondleiding boven van Mayet. Dus hier gaan we eerst even shoppen, jongens. Gaan we even shoppen? Ja. Mooi. Nou, zoek maar uit. Nou, hier kun je een eigen surprise bag samenstellen. Je kiest een tas. Nou, die hebben wij eigenlijk allemaal al wel, deze tassen. En dan kun je 5 items toevoegen van deze tafels voor een tientje. Maar mijn kinderen lopen aan de andere kant op. Want Jess wil je laten zien wat jij heel graag wil hebben. Jess wilde heel graag de kat. Nou, je hebt hem, hè? Ja. Dit was waar voor je kwam. Nou, dan kun je naar huis. Ja. Doe je, hè? Ja, doe je. Nou, dit kun je dus allemaal uitkiezen voor in de tassen. Hier hebben we heel veel van. Maar hier kun je dus ook je eigen snackbag samenstellen. Een klein tasje, 5 items, 10 euro. Een grote tas, 10 items, 20 euro. Nou, dan heb je genoeg. Dus we gaan even kijken.
En we mogen snackpacks uitkiezen. En voor een klein tasje heb je 5 snacks voor 10 euro. En een grote tas heb je 10 items voor 20 euro. Maar je kunt dus echt ook allemaal flesjes meenemen bijvoorbeeld. Dus stel je voor dat je 10 flesjes hebt voor 20 euro. Dat kan. Maar wij hebben hier ook bijvoorbeeld van die jelly sticks in zitten. Als tractatie voor op Jess' feestje morgen. En Jess en ik hebben samen een snackpack gedaan, want Jess kwam alleen voor de kat. Dus we doen samen 1 tas. Dus ik mag nog 1 ding uitkiezen en dan gaan we straks naar boven. En dan gaan we verder zoeken. Het is echt superleuk! Wat ook super handig is, is dat je hier ook dingen hebt, weet je wel, waar een klein schoonheidsfoutje aan zit. Of de lampjes schoonheidsfoutje. Dus Jess heeft daar de kat ook uitgepakt, daarom was hij ook veel goedkoper. En de lampjes ook, en die heeft Jess al een paar keer. Dus wie weet doen we dat nog een keer. Ja, die heb je al. En hier staan alle knuffels. En ik vind deze geweldig. Ik vind echt die draak. Je hebt hem ook in het klein. Oh ja, kijk, hier hebben we de kleintjes. Super schattig. Maar die grote zijn echt fantastisch. Het kostte ze 30 euro. En dat zijn deze ook. Een Indibo graag zo eentje. Maar nee, sorry, dat gaat me net even te ver voor zomaar. Die bubble tea knuffels vind ik ook fantastisch. Oh, hier heb je nog die Ghost Lights die Jess ook had. En hij vond deze beker met Shiba's ook heel erg leuk. Even kijken, hier heb je die knuffeltjes, weet je wel, die om kunt draaien. Maar die heb je dus ook in deze. Die vind ik ook echt heel schattig. Kijken, omdraaien en dan heb je een boze. En hier heb je kleinere knuffeltjes voor 7,50 ook van die Bubble Tees. Die zijn ook echt super schattig. Hier heb je nog Pokémon pakket 7 item snackpack. Nou, die heeft Jess dus voor zijn verjaardag gekregen, deze, Jess. Deze heb je voor je verjaardag gekregen. En hier heb je nog alle doosjes van de DIY sets. De Poppin' Cooking. Nou, dat zijn er een hele, hele hoop. Maar volgens mij hebben we daar nog wat van. Dan vergeten we het elke keer te maken. Dus, nou, we gaan even verder kijken en we mogen straks naar boven. Je hebt er ook nog squishies voor 2,50. Dat is ook een koopje. Voor sommigen helemaal. Ja, die is heel leuk, die aardbei. Hebben? Kopen. Oké, we gaan zo naar boven. Maar voordat we naar boven gaan, gaan we dit even afrekenen. Jess heeft de kat. Indy heeft een surprise bag zelf uitgekozen met een fresserij erin. En Jess en ik hebben dat samen gedaan. Omdat er ook tractatie voor zijn verjaardagsfeestje in zit. Dus we gaan zo naar boven. Blij mee? Ja. Ladies and gentlemen, het magazijn van Most Curious. Hier beneden alles wat nog uitgepakt moet worden, denk ik. Maar wij gaan naar boven, want wij mogen naar Mayet. Dus ik ben heel benieuwd. Ga je mee, jongens? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Hier wordt altijd alles gefilmd met jullie inpakfilmpjes. Oh my god! Kijk nou hoeveel. Oh, dat zijn al die poppetjes. Fantastisch. Dan gaan we kijken waar Mayet staat. Yay! Oké, ik ga even een kleine rondleiding doen, want Mayet heeft natuurlijk ook druk. Dit is een heel krap stukje, maar hier staan knuffeltjes. Oh my god. Dit is te schattig. Indy? Schattig, hè? Hier zitten ook allemaal beertjes en knuffels. En de tassen. En hier zitten die hele grote knuffels. Ook die squishmallows en zo. Dit is zo'n avocado. Fantastisch. En hier een ananas. Helemaal geweldig. En hier heb je ook nog A Gift For You. En hier heb je nog knuffeltjes en zo. Dat zijn van die squishmallows. Ik vind zelf deze het leukst. Dit is een corgi in een octopus. Ja, die zijn echt super schattig. Of een taart. En deze ook. In een dinges. En kijk dan, zo'n grote avocado en zo. Super, hè, dit. Echt super. Nou ga ik zelf even kijken, jongens. Hier zijn de kattenknuffels ook. Ik kan niet zelf kijken, ik wil alles voor jullie filmen. Hier zijn alle spullen die ze in de surprise bags doen. Kijk, want die zijn kant-en-klaar gemaakt. Met de surprise bags, de tassen en zo. De lampjes. Ook de lampjes van Little Lovely Company verkoopt zij. Hier heb je de octopusjes. Hier heb je nog superleuke tasjes. Oh, superleuk. Ik wil alles hebben, jongens. Alles. Kinders, willen jullie ook alles hebben? Willen jullie ook alles wel hebben? Ik ook wel. Voer klaar en zo allemaal hier. Super, super leuk. Nou, nu ga ik lekker voor mezelf kijken. En de cijferafdeling. Nou, hier hebben we lades vol waar je dus die boekjes in kunt bekijken.
Jenny en Jess hebben net al een pen uitgekozen, maar ik vind het allemaal zo schattig. Ik heb deze ook. Ik heb die unicorn pen. Ach, ik wil dit allemaal wel hebben. Het is allemaal schattig. Het heet niet voor niks Most Cutest. Superleuk dat we hier een keer mogen kijken. Ook alle bekers. Zo leuk. Alle bakjes. Ik vind het echt to die for. Het is best wel donker in het hoekje, maar Mariette weet precies de weg. En loopt hier overal tussendoor, dus het zal vast wel goed komen. Echt heel leuk. Hier heb je die mutsen. Ja, als je erin knijpt, gaan de oortjes omhoog. Nou, die kennen we wel. We hebben die kleine clipjes met die haarblaadjes die je op je hoofd kunt doen. Even kijken. Wat is dit? Wat is het eigenlijk? Ook fruitsnoepjes hier. Er snoep zo tussen. Nou, we zijn nog lang niet klaar, want Innie staat hier nog 10.000 stickers uit te kiezen. Ja. Oh, okay. Je vindt het echt heel leuk, hè, die stickers. Ja. Hier zat ze wat tussen te kijken. Maar ook deze van de Cutie Squad. Deze bijvoorbeeld, die vind ik zo schattig. Wat heb je daar zo aan het sticker? Of het zijn van die papiertjes die je eruit kan halen. Oké. Okay. Nou, ondertussen hebben we... Wat hebben we allemaal in ons mandje zitten nou? Ik heb twee dingen. Ik heb een pen en ik heb dit ding. Een pen en nog een Pokémon. Ik heb deze. Een Pukki Space Baby. En Indy heeft nog een knuffeltje. En we gaan weer met veel te veel naar huis. Of niet dan... Altijd zo. Nou, ben je zo klaar, poppetje? Ja. Oké. En we zijn klaar. Dikke shopper mee. Indy ook. Oh, je hebt een konijntje. Gideon heeft een hamster. Het is een hamster. Het is een hamster. En Gideon heeft de snackbags. En Jess loopt beneden met zijn kat. Dus wij gaan ook naar beneden lopen. Dus ik moet even toe. Zo. Kijk uit, Jess, want de film staat op jouw kant gericht. En dan komen we weer beneden. En dan schijnt de zon speciaal voor ons. In het grote magazijn. Hier ligt nog veel meer Jess. Zullen we een paar dozen meenemen? Nee. Nou, het was superleuk. Vond je het leuk? Ja. Mooi. We gaan naar huis. En we zitten weer in de auto. Innie zit alweer lekker te kanen. Ja. Ik zie ook de kat van Jess daar om het hoekje zitten. En wat had jij nou voor knuffel? Wat zei ik nou steeds? Je zei ook dat het een konijn was. Nee, het is geen konijn. Het is een hamstertje. Oh, hij is wel heel cute. Nou, hebben we veel leuke dingen gekocht. Ja. Snackbags en grote tas met allemaal dingen hier. Dus we hebben het goed gedaan bij Mariette. En ook alle andere mensen die ermee helpen. Dankjewel allemaal. We gaan nu lekker naar huis. En ik ga nog taarten versieren en maken voor Jess. Yay. Jess, dat mag wel even op de camera. Wat heb jij gekocht, Jess? Wat laat het zien? Het is een... Pokémon. Zo eentje had je ook voor je verder gekregen van ons. Ik krijg het niet open. Nou, ik maak het zo voor je open. Maar het leuke is dat je die poppetjes aan de buitenkant van het doosje kunt zien welke het is. Ja. En normaal als je bestelt, kun je dat natuurlijk niet weten. Maar nu... kon hij dat zelf in het magazijn uitzoeken. Super handig. En wat heb jij voor speciaals nog iets in die wissel? Wat zit je te eten? Deze. Wat zijn die? Ja, weet ik niet. Een soort van iets met chocola en nog wat. Maar het is heel lekker. En zacht. Voor mij. En we zijn bijna thuis en ik ben super, super moe. Voor mij is dit gewoon echt... dit vergt heel veel energie, dus... We zijn zo thuis en dan ga ik denk ik niet meer verder vloggen. Maar dan zien we jullie morgen weer. En dan viert Jess zijn feestje. Dus zie je morgen. Vast wel. Er zit er een met een koptelefoon op erachterin. Dat toch wel. Nou, tot morgen. Hallo, het is zondag en vandaag vieren we Jess zijn verjaardag in de loods. In de pink room natuurlijk zijn wel dingen veranderd, want mijn vader heeft echt nu een hele bar erin gebouwd. Dus ik zal het even laten zien. Tadaa! De complete bar, ze zijn nou bezig met de lampen. Hier worden al krukken gemaakt. Nou, we hebben hier al wat lekkers staan, we zijn nog even gauw bezig. Hier zitten tractaties in van de Most Cutest, want we hebben kaarten, stickers en we hebben van die jelly sticks gekocht. En dan kunnen ze hun eigen zakje, want er moet wel een zakje omheen, kunnen de kindjes hier maken. Ik heb nou stoffen zakjes gekocht online. En ik heb hier textielmarkers. Dus dan kun je zelf je eigen zakjes maken. Superleuk. En altijd stiften en zo. Nou, Gideon heeft een heleboel versierd. Super blij met zo'n man. En ik heb de taart gemaakt. Nou, niet helemaal. Met een beetje hulp van de HEMA. Maar taart maken kan ik wel. Maar kost me te veel rugpijn, dus ik heb het zo gedaan. 2 dripcakes gekocht en de hele boel gewoon versierd. Beautiful. Nou, voor de rest hebben we alle lekkers hier staan. Drinken, we hebben nog een koelkast hier staan. Daar staat nog wat.
Dus we zijn bijna klaar. Zijn we bijna klaar? Yes. Voor Jess en 13e verjaardag. Waar is die juist eigenlijk? Hallo. Hallo. Ben je er klaar voor? Ja. Mooi. Nou, Indy ook? Ja. Wat is je outfit vandaag? Simpel, maar nice. Oh, zul je voor mij ook even doen? Ja. Oh, vast, ja. Ik heb hem. Ik heb mijn nieuwe jurk aan van Shein. Kunnen we wel zien of zij tegen dicht. Even omgedraaid naar de andere kant. Hij is heel lang, hij is echt heel lang. Ja, maar hij is wel heel mooi. Wauw. Wow. Wow. Ciao. Hey, het is, wat is het eigenlijk, woensdag. Even een grote knip van Jessen verjaardagsfeest van zondag naar woensdag. En dat komt omdat er nog wat dingen gebeurd zijn, wat we misschien wel later gaan uitleggen. We zijn nu onderweg naar het ziekenhuis, naar de kinderarts voor de uitslag van Indy, haar een hersenfilmpje. Ja. Er zijn nog wat dingen gebeurd. Ja. En we weten ook niet of we dit uitzenden. Dat hangt er vanaf of we het gaan uitleggen of niet. Maar we willen het dan in ieder geval gefilmd hebben, dus... Op dit moment voel je je oké, hè? Ja, alsjeblieft. Okay. Maar we leggen later misschien nog wel uit hoe en wat. Maar Indy wil het dan eerst aan haar vrienden vertellen. En dat vind ik ook logisch. Dus ja. Op naar de kinderarts. Openlijk met goed nieuws. En dat we geen rare dingen meer meemaken met jou. Nee. Oké. Okay. Ciao. En we zijn klaar in het ziekenhuis. En ik sta er normaal bij te kijken, maar eigenlijk zijn we best wel, ja, in shock eigenlijk. Ja. Zal ik maar vertellen wat er aan de hand is? Ja. Goed, na alle testen, na alle aanvallen die Indy heeft gehad, en daar vertel ik binnenkort wel even over wat voor aanvallen, heeft ze gisteren een hersenfilmpje laten maken. En ze zijn erover uit dat Indy epilepsie heeft en... De aanvallen die wij hebben gezien de afgelopen week waren echt heel heftig. Dus afgelopen maandag is ze ook afgevoerd met de ambulance. Dat was ook heel heftig. Maar ik ben heel blij dat ze er heel snel achter zijn gekomen wat het is. We hebben gelijk medicatie meegekregen. Ja. En zo kunnen we hopelijk het proberen tegen te gaan dat ze niet meer zulke soort aanvallen krijgt. Officieel heeft Indy dus nu epilepsie. En daarom zit ze nou aan de McDonald's. En ze kan nog wel lachen. Ze is alleen op dit moment nog steeds heel erg moe van alles. Dus binnenkort volgt meer uitleg. Maar we wilden het toch wel even kwijt. Ja. Dus.